Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Leuk dat u kijkt naar het weekjournaal van Excelsior 31 TV. Deze week hebben we aandacht voor de debutanten bij het eerste elftal, kratje trap met Danny Schoenmaker en een vooruitblik op SDV Barneveld Excelsior 31. Stijn Beverdam en Niek Averes maakten na de winterstop hun debuut in de hoofdklasse bij Excelsior 31. Beide spelers zijn afkomstig uit de jeugdopleiding. Ik heb de eerste seizoen voornamelijk getraind bij 1 en vooral de wedstrijden gespeeld bij 2. Zo bijna allemaal. Ik ben bij de tweede weer begonnen. Ik mag eigenlijk nog een jaar in de A, maar ze hebben gezegd bij Excelsior van je slaat de A gewoon over en je gaat gelijk meedoen met de senioren. En daar heb ik in de voorbereiding met 2 meegedaan. En een half seizoen bij 2 gespeeld dan nu. En sinds kort bij 1. Nou, voor mijn gevoel zie ik nog wel, ben ik al wel mijn ontwikkeling wel vooruit gegaan. Als ik nu bij 2 speel, neem ik wel dat dat wel iets makkelijker gaat als aan het begin van het seizoen. Het was nog wel iets zwaarder. Niek Averes is pas sinds dit seizoen terug bij Excelsior 31. Hij vertrok na het seizoen 2008-2009 naar de voetbalacademie van Go Ahead Eagles. En toen was ik 10 en toen werd ik gescout door Go Ahead Eagles of ik daar wou komen. En toen heb ik ja gezegd. Heb ik 4 jaar de jeugd doorlopen bij Eagles tot de C'tjes. Toen moest ik weg bij Eagles en toen heeft Zwolle me opgepikt. En dan heb ik 4 jaar bij Zwolle gevoetbald tot aan de A1, eerstejaars A. Nou, ik moest weg bij Zwolle. Ze vonden mij niet goed genoeg bij Zwolle voor nog een jaar aan de A. En toen was het wel makkelijk om weer terug te gaan naar Excelsior. Beide spelers maakten onlangs in 2017 hun officiële debuut in het eerste elftal. Stijn Beverdam deed dat in de uitwedstrijd bij Dovo. Het is altijd natuurlijk even wennen, de eerste keer. En toch wel met een beetje kriebels en zo het veld af. Maar voor mijn gevoel ging het wel goed. Als ik nu terugkijk op dat moment is het natuurlijk mooi. Want in de hele jeugd speel je natuurlijk om uiteindelijk hier te mogen voetballen het eerst. En dat heb ik nu wel gehad. En wat heeft de trainer jou meegegeven voordat jij het veld in ging? We stonden al achter. En volgens mij was het toen al wel een moeilijke wedstrijd. Zei je vooral genieten van. Je kwam als middenvelder het veld in. Op die positie moest je spelen. Is dat ook de positie waar jij je op richt? Ik kan wel op meerdere posities uit de voeten. Ik denk ik op de gehele verdediging en middenveld wel uit de voeten kan. Maar vooral middenveld is denk ik wel de positie waar ik op wil spelen. Niek Averes maakte tegen ACV zijn debuut in de hoofdklasse. Hoe ging dat? Ja, ik mocht invallen. Want Patrick Gerts had een duel en die had bloed aan zijn hoofd en die moest eruit, die moest naar het ziekenhuis. En toen zei de trainer, Niek, ga me warm lopen. En toen was 10 seconden warm up en toen moest ik er in één keer in. Heeft hij je nog iets meegegeven voordat je het veld in ging? Simpel blijven, makkelijk blijven voetballen en de druk opvoeren op de tegenstander. En dat is wel gelukt. Op welke posities ben jij inzetbaar en waar ligt jouw voorkeur? Ik ben op verdedigende middenvelder inzetbaar, links centraal, rechts centraal en als het moet ook nog wel als linksback. Maar mijn voorkeur heeft net iets voor de verdediging. Beide spelers mogen dus tevreden zijn over hun ontwikkeling tot nu toe. Wat zijn hun verwachtingen van het komende half jaar? In het tweede seizoen denk ik dat het gewoon zo verder gaat als de eerste. Vooral trainen nog met 1 en spelen bij 2. En hopelijk een paar keer nog weer aanschuiven bij 1. Maandag en dinsdag meetrainen bij 1. En ik zou eerst op donderdag nog meetrainen bij 2, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dus ja, en anders een donderdag gewoon bij 1 aansluiten dan. En zaterdags met 1 of bij 2, daardoor ik vanzelf dan wel. Dat ik 3 keer of zo mee mag doen, dat zou ik al heel mooi vinden. En vooral bij 2 dan nog een mooi seizoen ervan maken. We gaan verder met Kratje Trap. Deze week met Danny Schoenmaker. Voor mij heeft iedereen 10 punten gehad tot nu toe, behalve Boy, dus ik ga ook gewoon minstens voor 10 punten. Dus jij gaat ook voor de kruisingen, zeg maar? Ik ga er mijn best doen om de kruising te raken, inderdaad. Ik hoop in ieder geval dat ik hoger dan vorig jaar eindig, want dat was niet waard. Heb je nog een andere tactiek? Nee, gewoon dom schieten denk ik. Gewoon richting de kruising en dan raak ik voor zoveel waard.
Succes met domschieten. Ja, dankjewel. Danny, dit was toch echt wel dom schieten, of niet? Dit was echt dom schieten, inderdaad. Dit was misschien nog slechter dan vorig jaar. Waar lag het nou aan? Ja, ik weet niet. Geen balgevoel, denk ik. De vorige keer iets eerder komen dan een beetje warm schieten. Geen punten voor Danny Schoenmaker. Volgende week zien we keeperstrainer Patrick Wolbers. Dus jij gaat voor de kruising? Ja, dat gaan we proberen. Het eerste elftal is nog altijd op zoek naar de eerste driepunter van 2017. Aanstaande zaterdag speelt het de inhaalwedstrijd uit bij STV Barneveld. Nou ja, ik denk dat de één ding moet veranderen. Is dat denk ik dat we moeten als team er staan. En dat proberen we ook elke week. Maar vanaf de zijkant ziet dat er niet zo uit. Het is niet samenhangend. Het lijkt alsof er geen beleving is. Terwijl het is er wel, maar we staan niet altijd goed. En ik denk dat we zaterdag gewoon als team ervoor op moeten klappen tegen de tegenstander die we hier thuis ook. Met 4-3 gewonnen hebben. Nou, we moeten daar wel met het gevoel heen dat we daar gewoon 3 punten op halen. Anders kan je er beter niet heen gaan. En hoe komt het dan dat het lijkt vanaf de zijkant dat er geen beleving is? Nou ja, dat hoor je van iedereen wel. Je hoort het van de supporters. Maar goed, ook de trainer analyseert die wedstrijden natuurlijk. En die bekijkt het voetballend gezien natuurlijk iets anders. Maar in het veld voel je ook wel dat de tweede ballen net voor de tegenstander vallen. Dat de duels dat ze net wat scherper zijn. Dat we voorin niet meer doorgeloos genoeg zijn met doelpunten. En dat we achterin, het is nog steeds Sinterklaas. Dus dat is lastig. Vorige week verliezen jullie ook bij ACV Assen. Wat vond jij van die wedstrijd? Eerste kwartier is denk ik niks aan de hand. We beginnen niet fantastisch, maar ook niet slecht. Ik denk dat we veel tweede ballen winnen. Naar voren zijn we niet zo gevaarlijk, maar één lange bal naar voren en je staat 1-0 achter. En we zitten op het moment in de fase dat het dan wat knakt. Vervolgens in die eerste helft loop je 25 minuten achter de feiten aan. Hebben we niet de kwaliteit om te zeggen van kom op jongens, we staan nog 1-0 achter, maar we moeten mentaal gewoon de staan als team. Maar dat kunnen we momenteel niet. Maar ja goed, in de rust hebben we daar nog wel over gehad. In de tweede helft denk ik dat we ons wel aardig herstellen, maar dan is eigenlijk die 2-0 achterstand doet je de das om. Als we kijken naar de eerste seizoenshelft, begonnen we ook niet fantastisch. Maar daarna hadden we echt wel sprankelend voetbal, goede resultaten. Toen zag het er allemaal heel veelbelovend uit. Wat is er in die tussentijd gebeurd, waardoor het nou zo anders lijkt? Ja, dat is altijd moeilijk de vinger op te leggen. Ik denk dat we een moeilijke start hebben. De voorbereiding op de tweede seizoenshelft, dat geldt voor de meeste clubs, was niet ideaal. Dolfo, die had daarentegen die eerste wedstrijd, die had gewoon meer kwaliteit. Die verloren we terecht van een veel betere ploeg. Vervolgens heb je hier Stappos die bij Vlagen de eerste helft wegspeelt. Maar toch met 3-2 achter staat. En ga je de tweede helft lange ballen spelen en dan speel je hun in de kaart. Nou, en afgelopen zaterdag speel je ook gewoon tegen de nummer 2. Die zijn kwalitatief veel beter, maar we hebben op dit moment dan net niet de kwaliteit om die wedstrijd naar ons toe te trekken. En gelukkig wacht zaterdag Barneveld en weer kans op 3 punten. Wat weet jij van Barneveld? Nou, ik vond die thuis een hele goed voetballende ploeg. Die van achteruit wilde voetballen. Hebben ook scorend vermogen in de ploeg. Net als wij. Dus ik verwacht een open wedstrijd met veel doelpunten. Maar dan hoop ik deze zaterdag voor ons en niet voor hun. Hoe gaan jullie dat als team met elkaar bewerkstelligen? Ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen zich er wel van bewust is dat dit zo niet langer kan. Maar niemand wil dit ook. Dus zaterdag gaan we er volop en hopelijk ook met de steun van het publiek wat toch elke week meereist. We moeten gewoon een stapje extra zetten. De samenvatting van STV Barneveld tegen Excelsior 31 is in de loop van het weekend te zien bij Excelsior 31 TV. Deze uitzending zit erop. Bedankt voor het kijken en heel graag tot zaterdag. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reisen.